Nou, ik heb dus nu een jongen of een man. En die stuurt mij al 160 dagen lang elke dag een bericht dat hij een string voor mij wil kopen. Hij heeft wel echt heel veel moeite ingestoken en hij wil ook geld geven voor een goed doel. Dus dat vind ik dan wel mooi, maar het blijft toch wel een beetje iets pervers. Hoi, ik ben Anouk Hoogendijk. Je kent me misschien nog als voetbalster. Inmiddels wel gestopt, maar nog steeds werkzaam in alles rondom het voetbal en andere sporten. En dit is mijn Vice interview. Ik heb heel veel chaos. Mijn bijnaam is ook Miss Chaos. Altijd al geweest. Dus ik denk dat dat mijn bad is. Ja, daar vind ik echt mijn rust. En heerlijk s'avonds in een warm bad met eucalyptus. En kom ik even helemaal tot rust met een lekkere foute serie. Helemaal top. En hoezo Miss Chaos? Ik ben dus echt altijd alles kwijt. Echt heel irritant. Bij voetbal vergat ik wel eens mijn voetbalschoenen. Ik ben heel vaak mijn paspoort kwijtgeraakt. Dat heb ik ook één dag gehad voordat we naar het EK gingen. Toen had ik mijn tas in de auto laten staan. En ik had hem dus wel nog onder mijn stoel gezet. En toen... dag van het dat we naar het EK zouden gaan en bij elkaar zouden komen, denk ik, oh ja, even mijn paspoort uit de auto halen, ruit ingeslagen, paspoort weg. Ja, dat soort dingen overkomen mij dus altijd. En dan heb ik nu ook nog twee kinderen. Nou, dan moet je helemaal structuur hebben in je leven. Ja. Nou, er zitten wel vreemden tussen. Ja. Nou, ik heb dus nu een jongen of een man. En die stuurt mij al 160 dagen lang elke dag een bericht dat hij een string voor mij wil kopen. En je hebt wel vaker mensen die een legging van je willen kopen of een string of weet ik veel wat. Wat natuurlijk al best vreemd is. Maar deze jongen, die houdt het al 160 dagen vol. Ik had ooit een keer in zo'n vragenrondje vroeg iemand iets van... mag ik je ontmaagding of je string kopen of zo? En daar had ik toen iets op gereageerd. En toen had ik voor de grap gezegd, ja, string mag je wel kopen. En toen dacht deze dus van, nou, dat wil ik graag kopen. Maar dat houdt hij dus nu elke dag vol. Ja, en ik reageerde er gewoon nooit op. Maar nu denk ik wel, nou, 160 dagen is best wel wat. Misschien dat ik gewoon na een jaar het maar gewoon moet doen. Ja, ik bedoel, het is maar een string. Als hij daar gelukkig van wordt. Hij heeft wel echt heel veel moeite ingestoken. En hij wil ook geld geven voor een goed doel. Dus dat vind ik dan wel mooi, maar het blijft toch wel een beetje iets pervers. Mensen denken dat de kleedkamerhumor bij mannen veel grover is dan bij de vrouwen. En ik heb tot mijn 18e en 19e als enig meisje in een jongensteam gespeeld. Dus dat dacht ik ook. Maar toen ging ik dus bij de vrouwenvoetbal en toen kwam ik erachter dat het gewoon bijna hetzelfde is. De onderwerpen, het gaat allemaal over seks en het is allemaal best wel grof. Het is gewoon hetzelfde soort publiek. Maar ik denk wel dat de echte grappen die gemaakt worden misschien bij de vrouwen ietsje beter zijn. Mijn teamgenoten hebben bijvoorbeeld één keer... Ik had precies dezelfde auto als Daphne Koster bij Ajax. En toen hebben ze onze auto's verwisseld. En toen hebben ze ook onze sleutels in onze zak verwisseld. Maar het probleem was, Daphne was eerder klaar met douchen. En ze hadden gehoopt dat ik eerder klaar was, want Miss Chaos zou het niet doorhebben. Maar Daphne wel, want mijn auto was natuurlijk ontploft. En die van haar was heel netjes en ik zou gewoon naar huis gereden zijn. Maar zij dacht, wat is al die zooi? Dus zij kwam snel weer terug. Maar ik vond het wel een goede grap. Nou, ik zou wel eens een keertje gewoon in de kleedkamer van de mannen van Ajax of zo willen zitten. Het is lang geleden dat ik in een jongensteam voetbalde en ik zei, hè, dat was niet zo heel erg anders dan bij de vrouwen. Maar ik denk dat er toch ook wel veel dingen wel anders zijn. Ik ben gewoon heel benieuwd waar ze over praten en waar ze om lachen en waar het om gaat. Het is niet per se dat ik ze allemaal naakt onder de douche hoef te zien hoor. Maar ik zou wel eens gewoon even willen weten hoe het daaraan toe gaat en wie er heel zenuwachtig is en hoe ze daarmee omgaan. Nou, ik denk toen ik bij Arsenal ging spelen in Engeland. Dat zal vast op mijn cv door iedereen als hoogtepunt worden gezien. Maar dat was het voor mij absoluut niet. Ik ging daar met heel veel bombarie naartoe. En ik was een grote buitenlandse aankoop. En ik kwam daar aan. En eigenlijk al vanaf het moment dat ik daar aankwam, toen was het gewoon niet wat ik had verwacht. Het is sowieso best wel al een stap dat je in je eentje in het buitenland gaat spelen. Het klinkt echt als een droom. Maar dan kom je daar aan en denk je, ja, ik heb geen familie en geen vrienden. En ik moet alles gaan opbouwen. En je bent gewoon best wel eenzaam. Maar daar had ik ook nog een trainster die het eigenlijk al vanaf de eerste dag niet in mij zag zitten. Dus ik voelde al op de trainen van, ik werd als centrale verdediger gehaald, maar ik werd alleen maar in de spits gezet. En er werd alles gedaan om mij niet in te passen. En ik heb echt keihard getraind en mijn best gedaan. Maar ik kwam gewoon niet in dat plaatje voor. Er werd niet naar me omgekeken. Niet
wat ik had gehoopt. En toen heb ik de trainer van Ajax opgebeld. En toen mocht ik per direct terugkomen. Dus een dag later is mijn contract weer in orde gemaakt. Daar ben ik nog heel erg blij en dankbaar om. En ja, dan lijkt het wel alsof je mislukt bent. En alsof het allemaal niet goed is gegaan. En dat is ook zo. Maar je moet toch gewoon altijd voor je geluk kiezen. Dus ik heb er ook wel heel veel uit geleerd. Alleen, ja, soms moet je wel echt door een heel diep dal gaan om dat daarna dan in te zien.